Mersin ontwaakt. Het is 11 juli. En wij gaan vertrekken naar Israël. Na 13 dagen sluiten wij het Europese deel af van onze rally en vertrekken we naar het Midden-Oosten voor de volgende stap. We hebben inmiddels zo'n 4500 kilometer achter de kiezen en de volgende 4500 komen eraan in een heel ander werelddeel, in een heel andere omgeving. We kijken er naar uit. Nou, Midden-Oosten, we komen eraan. This is a short trip. We have another short trip to Israel. Okay. And in Israel, all the protests are waiting for us. Het is een hele rechtse religieuze regering en die heeft een eerste lezing gemaakt van een nieuwe wet om de Hoge Raad buitenspel te zetten. Er is hier geen grondwet, dus zonder een Hoge Raad die nieuwe wetten kan toetsen, heeft elke minister vrij spel.